Nou, dit kan voorlopig even de kast blijven liggen. Dat gaat op die orde. Nee. Maar ja, je moet natuurlijk wel blijven bewegen. Hè? En je moet ook positief blijven denken. Tuurlijk, jawel, jawel, jawel. En toen dacht ik, wie is daar nou heel goed in het positief denken en in het bewegen? En ik heb hem gisteren aangekondigd. Hier is hij weer. Jawel, Nathan Rutjes. Hé, hey, zijn jullie er al? Wat ontzettend leuk. Hé, hey, hebben jullie spierpijn van de vorige keer? Ik moet zeggen, ik wil een klein beetje. Wat goed dat jullie er weer zijn. Ik heb er zin in. We hebben weer nieuwe oefeningen voor jullie. Mocht het nou zo zijn dat je denkt bij jezelf, hé, dit is best wel makkelijk. Kan me niet voorstellen. Maar kijk dan gewoon de aflevering van vorige keer terug. Of misschien wel, doe deze extra nog een keertje. Twee keer. Of misschien wel drie keer. Ik zou het ook heel leuk vinden op het moment dat je het doet, de workout. Dat je misschien wel filmt. Dat je een post op social media, bijvoorbeeld op Instagram. Met de hashtag ZEFSportAtHome. Ben je er klaar voor? Ik zeker. Maar ik mis nog iemand. Wie was er vorige keer ook weer bij? Daar is die! De enige echte. La Bessie Rutjes. We gaan ervoor. Let's go! Oké, de volgende workout is net zoals de vorige keer ongeveer 10 minuutjes. Tussendoor zit een pauze. En dit kan je natuurlijk gewoon heel makkelijk thuis doen. Je bent ook als het goed is thuis. We gaan beginnen aan een warming-up. En Lavetsie mag bepalen welke warming-up we gaan doen. Wat gaan we doen? Jumping Jacks. Jumping Jacks, wat een moeilijke naam. Oh, zo gaat hij. Hij is al begonnen. We gaan lekker warm worden. Jumping Jacks, doe gezellig mee. Ja, doe gezellig mee. Doe gezellig mee. Gaat hij goed? We gaan een beetje warm worden. Huppakee. Ja, huppakee. Ja. Handen in de lucht natuurlijk. En even meeslaan. Wat gaat hij goed? Wat gaat hij lekker? En wat worden we snel warm op deze manier? Maar hou vol, hè, Lavetsie. Hou vol, hè. Want het is nu. Oh, we zijn nog niet op de helft. Oh, hou vol. Hou vol, we zijn nog niet op de helft. Benen uit elkaar. Benen uit elkaar. En tik je handen aan. Klappen. Alsof je nog nooit zo hard geklapt hebt. Wat een begin, zeg ik. Van deze workout. Man, man, man. Huppakee, hou vol, Lavetsie. Je wordt helemaal rood, hé. Gaat die goed nog? Ja. Jullie thuis ook, gaat die goed nog? Hou vol, hè. Nog 10 seconden. Nog 10 seconden. Nog 10 seconden. Ja. Oké, dan gaan we opklappen, hè. 4, 3, 2, 1. Zo. En, zijn we warm? Ja. Ik denk het ook. Wat je gaat doen, is op je plek. Je gaat mij gewoon helemaal nadoen. Kan je dat? Kan je mij volgen? Ik ben heel erg benieuwd. We gaan op je plek staan. Zo, sta je er klaar voor, Lavetsie? Ja. Ga je me volgen? Ja. Oké, dan ga ik van je vragen om op te plaatsen. Een beetje op je voorvoetjes. Oh, alsof je moet gaan beginnen aan de marathon. Gaat dat goed? Ja. Ja, gaat dat goed? Kan je dat sneller, Lavetsie, of niet? Kan je dat thuis ook sneller? Ja. En let op, hè. Kijk eens wat ik met mijn armen doe. Ik neem mijn armen altijd mee. Ik neem mijn armen altijd mee. En dan gaan we nu deze kant op. Ja, nee, zijwaarts blijven. Ja, zijwaarts blijven. En de andere kant op. Volg je me nog? Volg je me nog? Ja, andere kant op. Ga de bocht uit. Ga de bocht uit. Zijn we nog? Oh, daar zijn we weer. We komen terug. Hey! Ja. En dan weer voorvoeten. Hou vol, Lavetsie. We gaan nog een keer naar voren. Kijk uit voor je televisie, hè. En weer naar achter. Kijk uit voor je iPad, hè. Kijk uit voor je telefoon. Waar je ook op kijkt. Naar rechts. Woe! Hou vol. En naar links. Nog 5, nog 4, nog 3, nog 2, nog 1. Uitstekend gedaan. Na elke oefening hebben we hoeveel seconden rust, Lavetsie? 15. 15 seconden precies rust en dat geeft ons de tijd om even de volgende oefening uit te leggen. Pak ook lekker die rust, want we gaan nu bij de volgende oefening lekker op vakantie. We kunnen natuurlijk nu het land niet meer uit. Misschien had je wel een vakantiebestemming. Maar wij gaan je meenemen naar de volgende reis. Denk eventjes bij jezelf na. Waar wil je naartoe? En daar gaan we nu naartoe. We gaan op één been staan. Lavetsie. Eén been. Doe thuis gezellig mee. Hè? Let op. Je zit gewoon vandaag in het vliegtuig. Je doet je armen wijd. In welk vliegtuig zitten we? In een heel groot vliegtuig. Laten we die gewoon pakken. Een heel groot vliegtuig. En je balanceert op één been. Ja, het is een gratis vliegtuig. Dat ook nog eens. En dan ga je langzaam van links. Oh, vliegtuig. Naar rechts. En hou je balans. Ik ga naar Suriname. Ja, daar ga ik naartoe, Suriname. Huppakee. En dan wissel je eventjes van been. En dan ga je je benen naar achteren doen, Lavetsie. Naar achteren. Maar hou je armen wijd, hè. Want je zit nog in het vliegtuig. Jullie thuis ook, hè. Woehoe!
een snoekduik, wisselen van been. Eventjes weer je been naar achter. Uitstekend thuis. Wat is het mooie Suriname en wat is het lekker warm. Hou vol, hij blijft staan. Nog 3 seconden. Lavetje, hou vol. 2, 1. En we gaan. We gaan landen. Goed gedaan. De volgende oefening zit er alweer op. Het is weer tijd voor een tussentijdse challenge. Je hebt nu 20 seconden de tijd om iets te zoeken in huis wat je kan dragen. 20 seconden. Hij loopt, hè? 20 seconden. Je hebt nog maar een paar seconden tijd. Misschien pak je wel een deze, een pakje melk. Pak gewoon iets uit de kast. Iets wat gewicht heeft. Kom nou erbij. Want je hebt nog maar 10 seconden tussentijdse challenge. Ga je het halen? Kom op. Zet voor de liefhebbers. Zo. We hebben sowieso hier een winnaar. Was je thuis ook op tijd? 20 seconden. Lavetsi, wat heb je gepakt? Ik heb een zelf gepakt en een stok. En een stok. En welke ga jij kiezen? Ik pak de stok. Jij pakt de zwaarste? Ja. Ja, oh wat goed zeg. Dankjewel, Lavetsi Rutjes. Dankjewel. En de volgende oefening is natuurlijk geen ta-ta-tja-tja. Oeh, ja, geen ninja oefening, hè. Dus kijk uit, hè, voor de spulletjes thuis. We gaan namelijk je bovenarmen trainen. Je mag de stok vasthouden op deze manier. Zorg ervoor dat je handen op deze manier zijn. Je voeten weer op schouderbreedte. Op schouderbreedte. En dan ga je dus je handen naar je schouders brengen. Huppakee. Jazeker. Zo, dat hebben jullie snel voor elkaar. Ja, goed zo, Lavetsi. Dat mag steeds sneller. Goede balans houden. Ja, steeds sneller. Goed zo. Je mag er natuurlijk bij lachen. Hè? Je hoeft natuurlijk niet, ja, je hoeft natuurlijk niet boos te kijken. Ook al is het zwaar. Nou, denk je nou bij jezelf. Hey, dit is te licht voor mij. Ja, dan moet je toch wel echt een zak met rijst pakken. Of pak gewoon een pak melk. En je ziet nu aan mij hoe makkelijk het gaat. Ik kan er zelfs nog een dansje bij doen. Dus ik denk dat ik straks overga naar een iets zwaarder attribuut. We hebben nog een paar seconden te gaan, denk ik. Hou vol, hou vol, hou vol. Ik kies even voor een zwaardere. Ja, Lavetsi. Hoppakee. Nog 5 seconden. Of nog 10. Oh, nog 9. Oh, dit is wel een stuk zwaarder. Wat heb jij gepakt? Een pak melk of een pak rijst. Nog 4. Nog 3. Nog 2. Nog 1. En. Oh, het is pauze. Dat hebben we in ongeveer een minuutje. En ik ga aan Lavetsi vragen. Waar word jij nou heel erg rustig van? Van dieren en vooral apen. Nou, vooral apen. Nou, dan gooien we die op. Apen zijn grappig, hè? Rustig, rustig blijven thuis ook. Minuutje, ik moet me inhouden. Rustig. Weet je waar apen niet tegen kunnen? Nou. Apen lachen, oké. Okay. We moeten rustig blijven, Lavetsi. Minuut, hou vol, hou vol. Het is lastig, ik weet het. De rust zit er weer op. We moeten weer aan de bak. Let's go! Het is ontzettend belangrijk dat je voor de volgende oefening het alfabet kent. Want we gaan namelijk de letters I, T en W gebruiken in de volgende oefening. Ik doe hem 1 keer voor. Je begint altijd bij je borstbeen. Dan ga je naar de I. Ja, doe nog rustig mee. Terug naar je borstbeen. Dan ga je naar de T. Dan ga je terug naar je borstbeen en dan maak je een W. Dat gaat lukken, hè? De minuut gaat. Nu. Nu van start. Borstbeen, ei. Terug en T. Terug en woe. Terug en ei. Terug en T. Terug en woe. Terug en ei. Terug en T. Terug en tjaka. Ja, toch. En we gaan steeds sneller. Kan je het ritme bijhouden? Tik. Ja, dit is even. Ga gewoon door op je eigen tempo. Ga gewoon door. Ga gewoon door naar de T. Ga gewoon door naar de W. Ga naar de O. Nee, wacht even. Naar de I. Ja, en T. Goed. En een W. Dat gaat helemaal mis. En een M. En een hartje. Nee, die hadden we niet. Wacht even. Terug naar de I. En de T. Hou vol. En de poeh, ik ben zo sterk, W. En dan gaan we naar de I. En naar de T. En naar de W. En naar de I. En naar de 10. En 9. En 8. En 7. En 6 en 5 en 4 en 3 en 2 en 1. En daar was het alfabet voorbij. Was dit pittig of niet?
Moi. En we gaan op naar de volgende oefening en die heet? Lunch. Wat? Gaan we eten? Nee. Oh, een andere lunch. Ik weet volgens mij welke lunch deze jongen bedoelt. Wat we gaan doen zo direct is een lunch maken. En dat doen we op de volgende... manier. Een geweldig voorbeeld. Dat is toch een geweldig voorbeeld. Weer nog lavetsierutjes. Fantastisch. Zijn jullie er klaar voor? Want dit is namelijk de bedoeling. De minuut gaat nu lopen. Let's go. We maken een lunch. Ja, heel goed. Voet naar voren. Ja, dat kan je dus nog gewoon in de huiskamer doen, hè. Gebruik beide benen. Rechts voor. Kijk naar mijn rug, hè? Die is wel heel erg recht. Een beetje dieper naar beneden. Je knie raakt bijna de grond aan, maar niet helemaal. Want we moeten natuurlijk wel goed blijven uitvoeren. Zo. En het is misschien wel leuk, want... oh, je staat op meteen! Oh, je moet dus ook nog eens oppassen dat je natuurlijk niet met je voet tegen de kast aankomt. Huppakee. Ja, auw, oh, joh, joh. Lunches, huppakee. En misschien kunnen we wel even achter elkaar naar vetsen. Lukt dat ook als we een beetje rond de huiskamer gaan? Onze eigen huiskamer natuurlijk. We zitten op 40 seconden. Nog even volhouden. Blijf doen, hè. Want je voelt het heel erg in je benen, volgens mij. Maar dat is helemaal niet erg, want daarvoor zijn we aan het werk. Naar voren, rug recht. Nog 5 seconden. Nog 4. Nog 3. Nog 2. Doe er nog eentje. Eentje extra voor jezelf. Uitsteken, dat waren de lunches. We gaan naar de laatste oefening van de workout. En wat is dat voor oefening, Navetsi? Volgens mij de opdrukken. Het opdrukken en de challenge die we zijn aangegaan met elkaar. Het is namelijk zo dat je gisteren hebt opgedrukt. Is dat niet zo, dan begin je vandaag voor de eerste keer. En je gaat tellen hoeveel keer je kan opdrukken in 1 minuutje tijd. Navetsi, de tijd loopt al hoor. Wat was jouw record, Navetsi? 22. Oké, ik ben heel druk bezig, Navetsi. Ja, sorry. Ben je al bezig? Kom op nu. 10 seconden. Oei. 4. Let op goed op je houding, hè. Let op goed op je houding. Als het moeilijk is, mag je het ook vanuit je knieën doen, hè. En dan naar beneden opdrukken. Hoppakee. Ja, natuurlijk. We doen er alles aan om zoveel mogelijk doen. Je eigen persoonlijke record is dit. Alsof je een schaatser bent. Voor je PR, je wereldrecord, persoonlijk record. Hoeveel was het gisteren? Ik zat op 174. Ik ga nu richting de 172. En we zitten over de helft, dus hou vol, hou vol. Ja, ga door, ga door. Je gaat natuurlijk door, of ga je het vanmorgen natuurlijk nog even bewaren. Kom op thuis. Het is nog 10 seconden. Woe! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, hou vol, 1, en woe! Oh, sorry, ik ben gaan stemmen. Wat is jouw record? Schrijf het op, laat het ons weten. Ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws. Het slechte nieuws is... het is alweer bijna gedaan. Maar het goede nieuws is, we hebben nog een cooling down. Lavetsi, wat voor cooling down gaan we doen? Nu doen we van leeuwen. Van leeuwen? Hoe gaan we dat doen dan? Een leeuw. Een leeuw die gaat een beetje naar beneden toe, denk ik. Ja, en dan kruipt hij over de grond. En dan kom je weer omhoog. Even terug. Hij is aan het zoeken naar zijn prooi. Doe je nog wel mee thuis? Je zit niet alleen maar te kijken hoe wij het doen, toch? Naar beneden, naar je prooi. Omhoog. En even uitstrekken. Oeh, wat een heerlijke cooling down, zeg. Eventjes, Lavetsi, blijf maar zitten zo. Ik doe nog één keer voor je thuis. Rechtop, je prooi. Naar voren. En eventjes uitstrekken. Zo, hé, wat een goeie was dit, Lavetsi, die leeuw. Omhoog, ga door, hè. Ja, een minuutje. Vervolgens naar beneden, naar die prooi. En we komen weer terug. Doen we nog even één laatste, ga snel staan, Lavetsi. En die leeuw moet natuurlijk ook eventjes zo zijn schouders even naar voren en naar achteren. Eventjes je hoofd van links naar rechts. En dan doen we nog 4 seconden, nog 3. We worden een robot, nog 2, nog 1. En dan is de workout voor vandaag gedaan. Dat was het weer voor vandaag. Heel goed, Lavetsi. Hopelijk tot de volgende workout. Heb je dit nu gefilmd? Ik hoop het wel, hè. Deel het dan eventjes met hashtag ZSportAtHome. En hoogwaarschijnlijk zien wij dat. En geven jou natuurlijk een dikke like. Ron, wat voor je van vandaag? Ja, nee, Nathan. Het is wel even goed zo. Het is wel even goed zo. Kijk, we moeten natuurlijk ook kunnen rusten. Niet waar?
Morgen weer? Morgen weer. Nou dan, ik zie je.